De kosten van het archeologisch onderzoek van graven op het kerkplein in Gielze zijn zo erg uit de hand gelopen dat er geen verdere onderzoek meer komt. Iets minder dan een jaar geleden stuiten werklieden tijdens de herinrichting van de kerkstraat en kerkplein op enkele eeuwenoude graven. Hoewel er 7600 euro was begroot, kost het onderzoek nu al 60.000 euro. De archeologische vondst wordt in de toekomst zichtbaar gemaakt in het straatbeeld. De skeletten zijn overigens dan niet meer te zien.